de hoeveelheid waarheid die je over jezelf aan kan, zonder weg te rennen, gaat bepalen hoeveel succes je hebt. Hi Martijn Groenendaal, in deze video ga ik jou helpen wanneer jij een visie hebt voor je eigen succes, hoe je die kan manifesteren of verwezenlijken met behulp van universele wetten. Universele wetten is natuurlijk een abstracte beschrijving van wetten die altijd en overal en met iedereen werken, vandaar dat ze universeel zijn. Bijvoorbeeld wie goed doet, goed ontmoet. Dat is gebaseerd op oorzaak-gevolg. En wanneer je een succes wilt realiseren, dan betekent het dat je eerst en vooral duidelijk moet hebben hoe dat er voor jou uitziet, helemaal in detail het liefst. Dus dat is één, dat is de visie die je moet hebben. Nou, de meeste mensen gaan hier al stuk, omdat ze dat niet hebben, of onduidelijk hebben, of zeggen ik ben ermee bezig. Nou, dus daar is die video niet voor. De video is voor mensen als jij zegt, ja ik wil echt het succes realiseren voor mezelf. Bijvoorbeeld een hoger inkomen of het starten van een nieuwe onderneming betekent dat je daarmee een visie voor ogen hebt. Hoe scherper dat is, hoe beter. En dat is dus de eerste stap, de visie die je moet hebben. Er zijn heel veel gevaren wanneer je dat niet hebt. Kijk maar naar de maatschappij, hoeveel mensen achteruit gaan of een middelmatig leven bestaan. Hebben waar ze niet blij mee zijn, is allemaal het gevolg van het ontbreken van visie. De tweede stap die je wilt zetten om je succes te realiseren, is dat je je eigen morele kompas moet kennen. Nou, wat bedoel ik met een moreel kompas? Veel mensen hebben een droom en een visie, misschien jij wel, maar je voelt je misschien ja. Misschien ben ik dan geen goed mens als ik dat doe. Dat is een schuldgevoel. De meeste mensen die een middelmatig bestaan leiden, is het gevolg omdat ze zich schuldig voelen om meer te willen doen, meer te willen hebben of meer te willen zijn. En blijven dan ook vaak conflicten houden met mensen die ze dat hebben geleerd. Meestal zijn het je vader, moeder, broers en zussen waar je het morele kompas hebt geleerd. Het kan ook zijn dat het van een organisatie of instelling komt. Vandaar dat je altijd goed moet oppassen naar wie je luistert. Omdat jouw droom betekent dat jij een moreel kompas moet hebben dat in overeenstemming moet komen met je droom. Dus de tweede stap is het ontdekken van je morele kompas. Welke normen en waarden, omdat je normen en waarden je gedrag sturen, zijn in direct vijandschap met je droom en visie. Dat is exact de reden waarom je je visie niet hebt. Of waardoor je visie vertroebelt. Of waardoor je je visie vergeet. Of waardoor je je visie uitstelt. Het zijn allemaal symptomen van schuldgevoelens en schaamtegevoelens. Omdat je dan denkt, ik ben een slecht mens. Om je een voorbeeld te geven, jaren geleden wilde ik mijn bedrijf, wat nu succesvol is, op dit punt is dat succesvol, maar het moet natuurlijk veel succesvoller worden. En dat is de gezonde ontevredenheid. Je moet nooit tevreden zijn met wat je hebt, maar wel gelukkig zijn met wat je hebt. Dus je moet nooit tevreden zijn met wat je hebt. Je moet gelukkig zijn met wat je hebt, maar nooit tevreden. Dus terug naar wat ik wilde zeggen, is dus dat ik me wat schuldig voelde naar mijn eigen familie toe, als ik dan een hele succesvolle onderneming zou hebben. Alsof ik ze verraadde, alsof ik ze teleurstelde. Nou, dat heeft niks met mijn familie te maken. Dat heeft puur te maken met het morele kompas, mijn mindset, hoe mijn mind was gezet toen de tijd. Waardoor ik dus mezelf saboteerde. In mijn geval ging dat met uitstelgedrag. Hele langzame groei. En sinds ik dat heb ontdekt en heb veranderd, gaat mijn groei veel sneller. Nog lang niet zo snel als ik wil, maar ik ben op de juiste weg. Dus jij moet ook je morele kompas ontdekken. En meestal zijn het stemmen in je hoofd van andere mensen waarnaar je luistert, die jou vertellen hoe het zou moeten.
Oftewel, wie je moet zijn, wie je niet mag zijn. Wat je moet doen en wat je niet mag doen. En als je dat is je comfortzone, je identiteit. Wanneer je daar dan buiten wilt, wat absoluut altijd moet als je wilt groeien, dan krijg je een soort waardeconflict of een innerlijk conflict in je eigen hoofd, wat meestal in het onderbewuste zich afspeelt. De meeste mensen zijn dat niet van bewust en willen zich ook daar niet van bewust van zijn. Arme ziel, maar waar? Anders kun je dit nooit veranderen. Je kunt namelijk niks veranderen waarmee je jezelf niet confronteert. De hoeveelheid waarheid die je over jezelf aan kan, zonder weg te rennen, gaat bepalen hoeveel succes je hebt. Dus dat wil zeggen, ja, wat is het dat ik echt geloof over mezelf? Is je zelfbeeld. Wat is het waar ik me schuldig over voel? En wat is het waarvoor ik me schaam? Dus je schuld en schaamte veroorzaken jouw angsten. Dus iemand met plankenkoorts kan hele goede presentaties geven, vaak. Heeft ook de passie, de motivatie, de drive, maar heeft schuld een schaamteprobleem. Heeft een moreel kompas, een verkeerde programmering, waardoor hij of zij plankenkoorts ervaart. Dus de meeste blokkades spelen zich op dit niveau af. Ga maar na, dat een blokkade is vaak iets wat je bang bent om te doen. Angst wordt bijna altijd veroorzaakt door schuld en schaamte. En schuld en schaamte, ja, er is nog een stap dieper, maar daar gaan we deze video niet op in. Dit is al genoeg. Dus de derde stap is dat je dan een nieuwe beslissing moet maken. En actie moet nemen op die beslissing. En daar had ik het eerder over, in een andere video wellicht, van dat je, ik begin vaak een training of een opleiding die ik geef aan mijn opleidingsinstituut of waar dan ook ter wereld met de vraag, ben je hier voor meer kennis te vergaren of ben je hier voor een transformatie? Nou, zelf heb ik en volg ik nog steeds heel veel opleidingen, trainingen over de hele wereld en doe ik al vanaf mijn 18e jaar. En ik dacht te willen transformeren, maar als je keek naar mijn acties die ik deed na de training, was ik er eigenlijk alleen om kennis te verzamelen. Ik zei wel dat ik wilde veranderen. Ik dacht ook echt te willen veranderen, maar ik hield mezelf voor de gek. Ik heb bijvoorbeeld heel veel opleidingen gedaan, maar daarna er niets mee gedaan. Dat is een symptoom van een probleem. Wanneer je dan een visie of een droom hebt of een succes dat je wilt realiseren. Nou, dus ik vraag dan, ben je hier voor een transformatie of ben je hier om meer kennis te verzamelen? En kennis dat toegepast wordt, dat is het goud. Maar wat bedoel ik daar precies mee? Nou, dat je dus met kennis een idee kiest en dat je een nieuwe actie neemt op dat idee. En dan kom je altijd je morele kompas tegen. Of je moet een beetje een veilige transformatie maken, wat meestal geen transformatie is. Wanneer je een kwantumsprong wil maken, een echte persoonlijke verandering, een nieuw succes wilt manifesteren of realiseren, of je zelfbeeld wilt veranderen, kom je altijd je angst, je schuld en schaamte tegen. Anders is het geen verandering. Anders is het, ja, naar de zijkant lopen en in een illusie leven dat je verandert. Het is misschien wat zwart-wit, misschien zijn er ook uitzonderingen. Maar ik heb het tegen jou, wanneer je een echt succes wilt realiseren, dan heb je vaak ook al gemerkt dat je een blokkade tegenkomt. Die blokkade is je morele kompas. Je krijgt door van je onderbewustzijn of je reptiele brein dat het geen goed idee is om te doen. Mensen worden bang. Of wat als het fout gaat? Al dat soort verhalen die dan opkomen, is je morele kompas die jou daar volledig domineert en in controle heeft, tenzij je je mind leert controleren wanneer je weet hoe dat werkt. Dus een nieuwe beslissing maken is de kennis in actie brengen, lang genoeg totdat je het resultaat hebt. Nou, dan kom je altijd
Ja, altijd is misschien vaak, maar wat er kan gebeuren is dat je kritiek kan krijgen of weerstand kan krijgen uit de omgeving. Dat is een goed teken. Want dan betekent het dat je daadwerkelijk paradigma's aan het veranderen bent. Het gaat niet om het conflict, het gaat niet om de weerstand. Want het is een bijwerking van het actie nemen op het nieuwe idee. If I want to be free, I gotta be me. Not the me that you think I should be. Not the me that my wife thinks I should be. Not the me that my kids think I should be. If I want to be free, I gotta be me. Met andere woorden, wanneer je niet meer het paradigma hebt dat je een slecht mens zou zijn als je voor jezelf kiest, want dat is dus nodig om vrij te breken en te groeien en te ontplooien in je leven, dan zie je dat je wel eens kritiek of weerstand kan krijgen. En dat is dan het signaal dat je actie hebt genomen op een nieuwe beslissing. Nou, tenslotte in deze video, en dat schrijf ik hierboven, ik hoop dat je dat kan zien. De eerste stap voor verandering, dit is, laten we zeggen, nog één stap ervoor is, ik praat tegen jou als jij een droom hebt, als jij een succes wilt realiseren. Daar praat ik tegen. Dan zie je dat de eerste stap die je moet zetten, is dat je dus moet ontdekken wat jouw mindset is die het huidige succes heeft veroorzaakt. Laat bijvoorbeeld je inkomen of salaris nemen. Je huidige salaris, stel je voor, is 100.000 euro per maand. Dat is veroorzaakt omdat je het hebt. Vanuitgaan dat je 100.000 hebt. Dat is al, ik geloof dat je dan al in de 5% zit van de mensen. Van alle mensen is er, geloof ik, 5% zit je in de 100.000. Dus dat is een goede inkomensgroep. Het heeft mij een lange tijd geduurd om op dat punt te komen. Echter, wanneer jij op dat punt komt, dan zie je dat komt door je overtuigingen en je morele kompas. Wanneer jij zelf, en dat is ook je geboorterecht, je eigen morele kompas kiest en je eigen overtuigingen kiest en weet hoe je eigen brein controleert, ja, dan kun je alles manifesteren wat je wilt. Helemaal wanneer je daar succesprincipes zoals de natuurwet aan toepast, dan gaat het rap. Dus wanneer je dan zegt, ja, ik heb nu 100.000, maar ik wil nu 100.000 per maand. Wow, dat is een interessante switch. Er zijn heel veel mensen, er zijn miljoenen mensen. Dat is misschien veel, er zijn duizenden mensen. Ik heb het niet onderzocht, die dat per maand hebben. Ik zou dus al tientallen kunnen vinden wanneer dat zou moeten. Dus er zijn sowieso duizenden mensen op de aarde die dat kunnen. Dus hou je daaraan vast. En dat betekent dat je dan een nieuwe mindset moet maken. Oftewel, dan moet je dus eerst je huidige morele kompas ontdekken. Vervolgens moet je dan ontdekken welk nieuw idee moet ik gaan kiezen, zodat ik het nieuwe resultaat krijg. Dat is de tweede stap. En daar zie je trouwens dat de meeste mensen, ja, al meer dan 20, 30, 40, 50 jaar in rondlopen en er niet uitkomen. Omdat het uitdagende stappen zijn. Vandaar dat je met iemand moet werken die verandering heeft gemaakt. En die weet waar jij bent. En jou kan helpen je eigen bullshit die jouw brein je vertelt te kunnen omzeilen. Zodat je leert enerzijds je eigen denkgeest in controle te hebben. En vervolgens weet welke informatie je actie op moet nemen. En daar niet bang hoeft voor te zijn. Je niet schuldig over hoeft te voelen en je niet voor hoeft te schamen. Wanneer je dat hebt, ben je vrij. En dus de derde stap is dat je dan een nieuwe beslissing maakt, wat heel weinig mensen kunnen en niet doen, wat de oorzaak van achteruitgang is, en actie nemen op de nieuwe beslissing. Dus je zegt, ik ben het wel waard. En je neemt actie. De vierde stap tenslotte is dat je dan, ongeacht het resultaat, ongeacht je angsten, ongeacht je morele kompas, ongeacht mensen in je omgeving, ongeacht
externe omstandigheden je eigen waarheid blijft denken, oftewel het nieuwe idee ter harte hebt genomen en net zo lang doorgaat totdat het resultaat veroorzaakt wordt. Nou, in een onderneming een salaris of een inkomensplafond doorbreken is een goed voorbeeld natuurlijk, omdat je lang genoeg de juiste oorzaak moet uitzenden voor het gevolg dat je wilt. Dat is de wet van transmutatie van energie, wat ook een universele wet is, verklaart dat er een tijd nodig is van jouw visie, of jouw droom, of het succes dat je wilt, je burning desire, tot en met wanneer je het bereikt hebt, het doel. Er zit een tijd tussen. Dat betekent dus dat je op de juiste informatie lang genoeg actie moet blijven ondernemen om dat te doen. Bedankt voor het kijken. Laat je reactie onderaan deze video achter. En ik wens jou een goede dag.